volgens Howard Becker is kunst wat mensen als kunst zien. En ik denk dat alles om je heen eigenlijk kunst is. Of het nou toegepast is waar we nu zitten bij Marcel Wanders. Of het is deze jurk wat ik aan heb van Alexander McQueen, waar ik heel erg van hou. Of als je op straat bent en je ziet dingen. Totdat iets officieels in een museum hangt. En dat is kunst. Een van de mooiste taxi-ervaringen die ik had was in Miami. Toen was ik uit geweest. En iemand dacht dat ik met hem mee naar huis ging. Maar dat was dus niet zo. Ik zei, ik ga gewoon naar huis. En ik zit in de taxi en het is al 7 uur 's ochtends. Het is al helemaal licht. En de taxichauffeur heeft Britney Spears opstaan, Circus. En hij begint met mij mee te zingen. En de hele weg naar huis zijn we samen aan het zingen. Dat zijn van die mooie momenten die je samen hebt. En dat is een spiritueel moment, maar ik sla dat ook op in mijn hoofd en gebruik dat dan op een andere manier. En dat zit dan ergens verborgen in iets wat je als kijker dan misschien niet ziet per se letterlijk, maar je voelt het wel. Het begint inderdaad met het idee dat ik de kijker iets wil laten voelen, wil laten beleven. Ik ben niet een curator of programmeur die puur vanuit een conceptueel denken iets programmeert. Niet vanuit theorie alleen. Ik wil ook dat je echt iets voelt. En ik wil ook dat je daarin meegezogen wordt. Dus het werk wat ik voor Dream Amsterdam ook heb gedaan, mijn eigen stichting, is heel erg daarop gebaseerd dat de kijker het publiek onderdeel is van een kunstwerk. Ik geloof niet in één kunstvorm. Ik vind het heel erg belangrijk om multidisciplinair te werken. En ik werk zelf als kunstenaar met heel veel dansers samen. Maar als ik iets programmeer, dan zit er altijd iets van film of installatiekunst of beeldende kunst bij. Het zal vrijwel nooit alleen een schilderij zijn. Omdat een schilderij heeft mindere lagen waar je dan echt in mee kan. Ik wil echt een wereld creëren. Dus het kan wel een schilderij zijn, maar dan zou er iets anders tegenover moeten staan wat weer op dat schilderij reflecteert, wat daar weer iets over zegt. Dus is het nooit alleen een standaard een plaatje. Het meest duidelijke voorbeeld is denk ik wel het werk wat ik gedaan heb met Spencer Tunick. Veel mensen kennen zijn werk van de grote hoeveelheden naakten in de openbare ruimte. Maar dat zijn vaak de plaatjes uit de media. Dat is niet zijn werk zelf. Zijn werk gaat heel erg over de beleving van zijn werk. Het meedoen daaraan of het zien daarvan. En dat zijn eigenlijk korte momenten. Maar die legt hij vast met de foto's. Maar achter die foto's, achter die beelden zit een hele laag. Dus ik hou wel van gelaagdheid in werk. Dat het meer vertelt dan alleen een plaatje van A tot Z. Kunst is voor mij een reflectie van de wereld waarin we leven. En wat ik met de kunstenaars van Dream Amsterdam wil doen, is een spiegel geven van de stad waarin we wonen. Van de samenleving waarin we wonen. Dus bijvoorbeeld Pieter Vank, de laatste kunstenaar met wie ik gewerkt heb. Dat is voor mij echt een artistiek document van hoe we leven in de stad. En omdat hij een outsider is, ik werk dus altijd met kunstenaars van buiten Nederland, kan hij laten zien hoe hij de stad ziet. En dingen die wij voor vanzelfsprekend aannemen, die laat hij zien. Of dingen die we helemaal niet zien, die toont hij ook in zijn werk. En daardoor hebben mensen weer een nieuwe, frisse blik op Amsterdam. En die beelden gaan ook de hele wereld rond. En dat is wat ik daarmee wil doen. Ik heb eigenlijk het meeste van kunst geleerd door dans en film. En niet door kunst zelf. Ik denk als je dans kan begrijpen, dan kan je alles begrijpen. Want dat is echt de moeilijkste vorm. Dans heeft geen enkele houvast vaak. Zeker hedendaagse dans. Je had het net over Ennio Greco. Nou ja, dat is echt super ingewikkeld. Daar zit heel veel tekst achter. Achter elke beeld die zij creëren zit tekst. En ik heb het wel elke keer over begrijpen, maar feitelijk bedoel ik gewoon voelen. Dat je iets voelt en dat het bij je binnenkomt. Zonder dat je precies kan vertellen wat een maker daarmee gemaakt heeft of bedoelde. Ik vind dat belangrijk dat je het voelt.
En dat je jaren daarna nog steeds een beeld in je hoofd hebt daarvan. Mijn most defining moment is natuurlijk het meisje dat van de Antillen Curaçao Sint Maarten naar Nederland komt. Omdat haar ouders gescheiden zijn en mama eigenlijk niks had laten weten, niets had voorbereid. En opeens was ik hier. En dan heb je het gevoel van hoe moet ik mijn hemelsnaam uiten. En in het begin ben je heel erg om je heen aan het kijken hoe je dingen moet doen. En probeer je daaraan je eigen referentiekader te ontwikkelen. En op een gegeven moment heb je dat zelf in de handen. Maar heb je wel heel erg de behoefte om je te uiten. Om jouw beeld, wereldbeeld te laten zien. En gaandeweg ontwikkel je dat. En ik heb ook hele sterke dromen. En dat heeft ook te maken met dat je dat wil uiten op de een of andere manier. Ik denk dat we allemaal onze eigen krachten hebben in onszelf. En er is wel iets wat je het universum kan noemen, of God, of super higher being, of wat dan ook. Maar ik denk uiteindelijk dat die kracht in onszelf zit. Nou, dat kun je je bron noemen. En als je dicht bij je bron bent, dan speelt het ego niet mee. En dan, zoals wij naar elkaar kijken, kun je elkaar voelen en kun je elkaar respecteren. En dat is voor mij belangrijker dan ontzag. Want ontzag betekent voor mij een soort hiërarchie. En betekent ook macht. En ik geloof in kracht, maar ik geloof niet in macht. Althans, ik geloof niet dat je als mens macht moet najagen. Want dat is ego. Kunst is ongrijpbaar. Het is een taal wat je moet leren. Kunst moet je kunnen loslaten. Je moet het niet proberen te begrijpen. Als je kunst heel erg kan begrijpen, dan is het vrij makkelijk. Is het niet per se altijd goed. Ik had het net over die lagen. En, gelaagdheid in kunst is heel erg belangrijk. En ik kan iets zien en het op een hele andere manier beleven dan jij dat doet. En kunst hoeft ook niet altijd te behagen. Het kan je ook rillingen geven. Maar het laat je altijd over iets nadenken. Kunst is communicatie. En daarom is het zingeving. Heeft het zin. En als we nog aan mensen als Wilders moeten uitleggen dat kunst belangrijk is, ja, wat moeten we dan nog, toch?